ligt daar nog iets in het hoekje? De kinderen van basisschool Johan de Wit uit Ooginal zijn vandaag plastic aan het vissen. Yes! Zinedine is verontwaardigd als hij ziet dat zoveel mensen afval in het water gooien. Want stel je voor, later als wij groot zijn, dan is de hele aarde zo wat kapot. En nu zijn wij nog jong, dus nu weten we niet echt al te veel van. Als Zinedine door de stad fietst, ziet hij de raarste dingen op straat liggen. Plastic daar, jongens! Maar ook in de gracht. Ventilator, koelkasten, zulke dingen. Het plastic vissen is een wedstrijd van de organisatie Plastic Whale. De school die het meest verzamelt, wint de prijs. Maar eigenlijk is de wedstrijd vooral bedoeld om de kinderen na te laten denken hoe ze zelf met afval omgaan. Net noemde iemand al dat ze het idee hadden om meer afvalbakken op school neer te zetten, want dat misten ze eigenlijk. En ook de plastic producten die in de klas gebruikt worden, om dat terug te dringen en daar alternatieven voor te bedenken. Helaas, heel veel plastic vissen de kinderen vandaag niet op. Toch hoeven ze zich geen zorgen te maken dat zij de wedstrijd niet gaan winnen. Dit is niet de enige opdracht die ze moeten doen. De andere opdracht is dat ze een week lang met de hele school afval moeten inzamelen uit de buurt. En daar kan je natuurlijk heel veel punten mee scoren als je gewoon met de hele school een week lang afval gaat inzamelen uit de buurt. Zinedine gelooft wel in de winst, maar vindt het vooral een leerzame dag. Hij wil bewust met plastic omgaan en zelf mensen aan hun mouw trekken die het niet doen. Tegen mensen zeggen en als ik plastic zie liggen op de grond dat ik het op ga rapen. Dat ik altijd een plastic zak mee heb in mijn rugzak. Als ik een plastic zie, dan pak ik het.